Smartfietsen niet toegestaan. 15 borden met deze tekst hangen sinds vorige week op de Spakkelerweg in Oost. Maar wat een smartfiets nou precies is, dat is voor voetgangers en fietsers een groot raadsel. Smartfietsen niet toegestaan. Ja. Maar ik kan er geen touw vastknopen. Maar wat is de fuck een smartfiets? Wat denkt u? Eentje met een mobiel erin of zo? Ik heb wel een elektrische fiets, maar een fiets die misschien ook voor jou de route bepaalt. Ik weet het niet, maar ik vind het een bijzonder bord. En dat vonden de bouwvakkers, die al vele maanden aan de Spakkelerweg werken, ook. Een van hen liet weten dat degene die de borden plaatste hem ook niet kon vertellen wat ermee bedoeld werd. Heb jij nou ook een smartfiets? Op zich, ja. Hij kan wel met een code en zo en Bluetooth kan die aan. Dus ja, dat is dan misschien wel smart. Ja. Willen ze hem dan weren? Ik denk het wel, want hij gaat veel te hard. Heb je de gemeente benaderd? Ja, maar ik moet nog altijd kijken. Oh, ze hebben nog niet gereageerd. Nee. Ze weten het waarschijnlijk zelf ook niet. Ben ik bang. Maar een uur na het stellen van de vraag laat een woordvoerder van de gemeente weten dat het om een fout ging. Op de borden had eigenlijk de tekst snorfietsers niet toegestaan moeten staan. Maar een onderaannemer had het verkeerd opgeschreven en dacht dat het om een nieuw soort fiets ging. Snorfietsen, oké, ja, dat is zeker een grote fout. Nou ja, dat is ver van snor. Ver van snor. Degene die het gedrukt heeft en degene die het daar opgehangen heeft, dit zijn al twee... Ja, die had toch zelf kunnen bedenken wat zijn smartfietsen. Hoe kan dat nou gebeuren? Is Amsterdam, hè. Iedereen is druk bezig. Hè? Ik ben ook zo lekker druk bezig. Dus je maakt wel eens een fout. Is menselijk. De borden waren net voor Koningsdag geplaatst. Omdat ambtenaren daarna vrij waren, werd de fout door de vraag van AT5 vandaag pas ontdekt. De borden worden morgenochtend vervangen. De kosten zijn voor de onderaannemer.